Welkom bij Ment Late Night. Mijn gaste van vanavond is een van de mooiste vrouwen van België en dat mag u gerust officieel aanvaarden. Niet iedereen eindigt als nummer 2 in Miss België en vertegenwoordigt straks België op de Miss World verkiezingen in China. Voor de eerste keer verlaat ze de Europese grenzen, benieuwd of ze nog terugkomt. Ze staat graag op een podium en zal in deze Ment Late Night haar presentatietechnieken bijschaven als ze mijn vragen overleeft natuurlijk. Met haar ook geen mopjes over vrouwen achter het stuur, want ze is, althans volgens haar Wikipedia-pagina, marketingmanager bij Mercedes. Welkom, Leila. Dank je wel. Het is gewoon volk in de studio. Dank je. Jij rijdt zonder problemen, krijg je soms opmerkingen? Je werkt in een mannenwereld, toch? Ja, voilà, ja. En krijg je dan ik de opmerkingen? Ik wil mijn mannetje staan. Ja? Je moet ja, wel waarschijnlijk. Ja. 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 Ik ben een enorme autofreak. Dat zit er eigenlijk al in, van jongs af aan. En vandaar dat ik eigenlijk ben gaan werken bij Mercedes. Wat moet ik me daarbij voorstellen van jongs af aan, hè? Als meisje? Ja, jij vroeg geen poppen, maar jij vroeg dan waarschijnlijk auto's? Ja, mijn papa reed vroeger eigenlijk met een hele oude auto. Mm-hmm. En ik was 10 jaar oud en ik vond dat eigenlijk altijd... Ik zei dat ook altijd tegen hem. Ik zei, papa, zo'n lelijke auto, alsjeblieft. Mm-hmm. Koop een keer een andere auto. Ja. Terwijl, en jij deed er ook een beetje om. Dat was zo precies expres zo. Dat hij altijd met die auto zo wou pronken. En je zei dan hoeveel dat hij bespaarde. Ja. En mijn onkel dan, eigenlijk... mijn onkel zei dan... kwam eigenlijk elke 6 maanden met een nieuwe Mercedes af. En zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid. Ja. En zo ben je dan terechtgekomen bij Mercedes dan, ja, maar daar gaan we dan zo dadelijk nog even op verder. Je hebt een aantal titels op je naam staan, als ik het goed voor heb. Je bent Miss Flanders, je bent ere Miss België. Ja. Nu ga je ons vertegenwoordigen bij de Miss World verkiezingen. Ja, ja, ja. Zit er nog een andere misverkiezing tussen ergens in je jongere jaren? Of? Ja, toen 4 jaar geleden heb ik nog ooit meegedaan aan Miss Coast. Mm-hmm. En daar ben ik ook tweede geworden. Dus. Ah, ja. Buiten Miss Flanders ben ik eigenlijk al gans mijn leven tweede geëindigd. Ja. For heaven's sake. Vanaf welk moment zei je van oké, ik wil Miss worden? Dat begon eigenlijk bij het autosalon. Dus ik en mijn papa hebben ook voordat ik dan deelgenomen heb aan Miss België of zelf Miss Coast, hadden wij samen naar het autosalon geweest. Dus eigenlijk nog altijd mijn liefde voor auto's. En mijn papa, er was daar een wedstrijd. Hij kon een Kia Venga winnen. Mm-hmm. En moest eigenlijk gewoon een foto nemen bij een fotograaf. En dan om ter meest likes verzamelen via Facebook. Ah, ja. En ik had dat eigenlijk zodanig goed gedaan dat ik dan ook die noodweg gewonnen voor 7 maanden met zo'n tankkaart van 900 euro. Dus dat was ideaal, ik kon overal eigenlijk naartoe rijden. En vandaar, mijn papa zei zo van, ja, zeg, je bent nog redelijk ambitieus ingesteld. Mm-hmm. Waarom zou je een keer niet je kans wagen ook in een miswereld voor hetzelfde geld? Allee, ja, volgt er dan nog iets uit? En voilà, ik zit dus hier. Dus eigenlijk is je papa de drijfveer of de reden waarom je hebt deelgenomen. Meestal is dat de mama of een vriendin. Ja. In dit geval niet. Wat zei je ma daarvan toen je de eerste keer inschreef? Mijn mama allee, is eigenlijk zo'n beetje... Bij mij thuis is zo wat omgekeerd. Ik vind de typische mama's is eigenlijk like mijn papa. Mm-hmm. En omgekeerd. Dus bij mij, mijn papa is zo bezorgder eigenlijk dan mijn mama. En mijn mama zei, ja, doe dat maar. Dat gaat eigenlijk echt, dat komt in orde. Ja. Ga je dat wel kunnen en voilà. Oké. Okay. Ik heb deze officiële foto van jou natuurlijk gevonden. Hier sta je te glunderen en te blinken. Ja. Was dit je fijnste moment? Eerlijk gezegd was ik eigenlijk ook een heel klein beetje teleurgesteld toen. Ja, want iedereen gaat voor het kroontje. Hè? Tuurlijk, voilà. Dus... Als ik heel eerlijk moet zijn, niet echt. Maar allee, het heeft mij wel heel ver gebracht. Mm-hmm. Allee, ik mag nu bijvoorbeeld ook België eigenlijk vertegenwoordigen in China dan. Ja. Binnen een weekje vertrek. Ja, dat dus het was niet mijn allerfijnste moment. Ik heb hele mooie momenten eigenlijk meegemaakt tijdens Miss België. Bijvoorbeeld mm-hmm. de reis naar Egypte was echt super. Daar heb ik enorm van genoten. En ook eigenlijk voor de lens te staan, voor Daniel de Daaf. Ik vind dat een topfotograaf. We hebben heel wat foto's van jou nog gevonden. Ik zal er hier nog eentje tonen, bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn de klassiekers. Egypte, voilà. Daar gaan we ze dadelijk nog mooi, even op mooi gebruind. Ja. Je hebt een Zuiderse look, een exotische naam. Ja. Leg dat nu uit. Hoe komt dat nu? Ja. Vele mensen vragen me eigenlijk waarom Leila. En dat komt eigenlijk door het liedje van de Kreuners. Mm-hmm. Maar Leila, mijn papa heeft dat dan zodanig Arabisch eigenlijk geschreven. Geen idee waarom. Vraagt mij eigenlijk ook nog altijd af waarom. Heb je het nooit gevraagd? Zo van, okay, waarom in godsnaam mijn naam is zo geschreven? Mijn papa zei, ik vond dat eigenlijk een leuke schrijfwijze. Iets speciaals. Iets wat je eigenlijk niet veel hoort. Ja. En vandaar dat het heel speciaal is. Ik heb eigenlijk ook geen Zuiderse
Ceders bloed of zo. Het is een puur Belgisch. Puur Belgisch. Ja. Is dat een citaat van jou, wat ik gevonden heb? Ieder meisje staat graag eens in de aandacht. Ja. Ja. Is dat zo? Ja, dat is cliché. Zeker en vast. Zeker en vast. En ik vind, eigenlijk, vind het belangrijk dat je het eigenlijk ook moet kunnen toegeven. Dat je graag in de aandacht staat. Ik bijvoorbeeld... Oh, ik vind dat nu belangrijk. Me vind ik leuks op Facebook of zo. Of op Instagram. Ik vind dat eigenlijk nog redelijk belangrijk. Ben jij daar gevoelig aan van hoeveel likes op Instagram is heel trending op dit ogenblik? Ja, ja. Ja, eigenlijk wel toch wel een beetje. Maar het is ook voor het afhankelijk van wanneer dat je het post. Welke hashtags je vermeldt. Ja, tegenwoordig kun je ook zo van je volgers kopen en al, maar dat doe ik zeker van die niet. Dat vind ik, nee, in het oosten. Want dat is eigenlijk toch niet nuttig dan. Ja. Dat zijn toch waarschijnlijk geen echte volgers of zo. Allee, ik weet zelf eigenlijk niet hoe dat werkt. Ja. Oké, we komen daar zo dadelijk op terug. De mensen die dit programma natuurlijk willen volgen, die moeten Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter volgen. En natuurlijk ook de website www.mentlatenight.tv. Zo dadelijk veel meer. Welkom terug bij Ment Late Night. Nog altijd met een mooi lintje in de studio. Jij vertrekt binnenkort naar China. Ja. Miss Wel, wat verwacht je daarvan? Enorm veel, eigenlijk. Ik mag een maand in China, België eigenlijk vertegenwoordigen. Verblijven in een 7-sterrenhotel. Mm-hmm. Ik wist eigenlijk zelf niet dat dat bestond. het is fantastisch. Het is eigenlijk gebouwd voor Miss World in 2003. Het is nu de 6e maal dat Miss World daar ook doorgaat. Er zijn 6668 kamers daar. Dus het is eigenlijk echt gigantisch groot. Er is een eigen yachtclub. Het is eigenlijk echt overdreven. Dus ik verwacht een droom van een meisje. Ja, een droom om daar eigenlijk te kunnen logeren. Ja. Ja. En ook om alles te kunnen meemaken. Ik kijk er eigenlijk ook naar uit om Julia Morley te leren kennen. Dat is dan de organisatrice, of dat je hier voor het Arlene de Vos hebt van Miss België. En is dat de eerste keer dat, want ik heb dat ergens gelezen, dat je nog niet verder dan Egypte of Turkije was geraakt of zoiets? Ja. Het is de eerste keer echt buiten Europa. Ja. Ga je moederziel alleen naartoe? Of heb je bodyguards, coaches bij, nee, managers? Heel graag, heel graag. Nee? Mocht je wel meegaan? Ja. zeker en vast. Nee, ik ga er heel alleen naartoe. En dan staan ze mij hopelijk wel op te wachten natuurlijk in China, in Sanya, in de luchthaven. Hoe moet ik me dat inbeelden? Kan je je voorbereiden op een Miss World-verkiezing? Ga je naar binnen en zeg je van oké, ik moet hier nog vlug... Ik denk vooral mentaal moet het eigenlijk ook... in het koppelje moet klaar en goed zijn. Echt voorbereiden kan ik mij niet doen. Ik ga gewoon dat mijn nageltjes in orde zijn. Dat ik eigenlijk gewoon op punt mooi sta. Wezen. Ja, voilà. Mooi wezen. En ook vooral mijn video voor charity, want dat is heel belangrijk bij de Miss World-verkiezing. Het is niet zomaar eigenlijk mooi wezen en eigenlijk niets. Hoe is je talenkennis? Want dat gebeurt allemaal in het Engels, vermoed ik. Ja. Mijn talenkennis zit goed, ja. Dus daar heb je al op geoefend. Ja, voilà. Mijn Engels is redelijk in orde. Ja. Voel jij je verantwoordelijk zo van voor die Belgische... Uiteindelijk is het dat, hè? Miss België, dat verhaal. Ik voel me zeker vast verantwoordelijk. Ik ga wel ons Belgenlandje, ons mini-dapper Belgenlandje, ga ik wel verdedigen. Want ooit was Ilse de Meulemeester zesde. Noemia Paar is 19e of 11e geworden. Allee, de ene Wikipedia-site zegt al iets anders dan de andere site. En ik wil eigenlijk ook sowieso de top 50 behalen van de 130 meisjes. Ja, dus als je daar boven zit, zeg je dan ben ik geslaagd. Ja, dan ben ik eigenlijk tevreden. Dat is, Zo van die misverkiezingen, in het eerste interview na de verkiezing verscheen, wat je toen zei is van een titel die ik de rest van mijn leven zal meedragen. Ja. Dat is wel waar. Dat klinkt heel gewichtig. Gewichtig? Ja, dat klinkt heel belangrijk. Ja. Wel, ik vind dat ook wel belangrijk. Ik vind sowieso de eredames van Miss België, dat betekent ook wel iets. Mm-hmm. Dat betekent niet enkel dat je bijvoorbeeld mooi bent, dat betekent ook dat er iets in je... Dat je kunt meepraten over iets, dat je wat verstand hebt, dat je toch wel een bepaalde waarde hebt. Dat het niet enkel de bikini-verhalen zijn, want dat is de kritiek bij heel veel misverkiezingen, maar het hoort er totaal hier natuurlijk niet ook bij. Ja. Het paraderen, het hooghaken. Bij Miss België is eigenlijk ook vooral belangrijk wat je te vertellen hebt en hoe je overkomt bij de mensen. Mm-hmm. Het is niet het is eigenlijk niet zo belangrijk dat je superveel weet qua media of qua... Maar het is eigenlijk echt belangrijk hoe je overkomt, als je mooi kan... Want dat heb je gedaan, hè? Je bent niet op je mandje gevallen. Opgezocht, op de vraag waarom de jury op je stemde, zei je zonder ook maar 1 seconde na te denken. Ik open de aanhalingstekens, wat je zei. Ik ben enorm gedreven, enorm gemotiveerd. Ik zet me voor 100% in. Ik probeer altijd het onderste uit de kant te halen. Ja. Zo meteen.
Dan vraag ik me af, oké, geef mij eens een voorbeeld. Had ik in die jury gezeten? Oké, wel fijn, maar geef mij nu eens een voorbeeld waarom dat misschien... je dat nu net zegt. Ah ja, bijvoorbeeld op mijn... Allee, toen ik stage deed bij Mercedes, bij Groep Verenigo, waar dat ik nu werk, ze hadden dat eigenlijk ook nooit verwacht, dat ik daar ooit een aanbod eigenlijk ging krijgen om daar ooit in de marketing dan te werken. Ja. En ik heb ze eigenlijk een beetje overdonderd met het feit van... Goh, ik kreeg dan die kans en ik heb eigenlijk gewoon altijd meer gedaan wat ik kon. Dus vandaar dat ze mij dan ook hebben gezegd van... Kijk, ja, we zullen graag hebben dat je komt bij ons werken. En eigenlijk gewoon altijd een tikkeltje meer doen wat dat je kunt. En eigenlijk je grenzen zelf proberen te verleggen. Bijvoorbeeld, ik heb nooit leren websites maken op school. Mm-hmm. Nooit eigenlijk geleerd. Ik heb dat een beetje zelf geleerd door te googlen en via YouTube. En zo heb ik dat dan al nu momenteel dus al twee heel websites veel gemaakt. Eisend, eigenlijk ben je? Ja. Voor mezelf toch eigenlijk ook wel. Maak het mezelf eigenlijk nooit niet gemakkelijk. En je omgeving, hebben die daar geen last van? Ja, als je toch wel een beetje. Bent? Eigenlijk, mijn ouders hebben mij daar altijd heel hard in gesteund. Ik ben daar ook enorm dankbaar voor. En mijn vriend is eigenlijk ook een hele lieve, gelukkig. Want ik maak het mezelf soms wel echt moeilijk. Like bijvoorbeeld, ik ben gewoon hard eigenlijk voor mezelf. Het is, ja. Wat heb je gestudeerd? Want rond een mis hangt altijd zo die wazige sfeer van ja, het is een... Botheken en nee, daar, nee, nee. daarom haalt een diploma of niet. Wat heb je gestudeerd? Ik heb marketing en vastgoed gestudeerd. Oké. Ja. Dat is een heel andere richting, vastgoed natuurlijk. Ja, dus eigenlijk een beetje gespecialiseerde sales, zag ik het zo meer. En was je toen al bezig met misverkiezingen tijdens je studie? Nee, dat was eigenlijk tijdens mijn stage. Ja, toch wel, pas op. De laatste maand. Ik was alles eigenlijk wordt net... hier blootgelegd, ja, altijd. ik was net afgestudeerd, of eigenlijk nog mijn laatste maand bezig, toen ik eigenlijk aan Miss België begon. Ja. Nu, met al die aandacht, want je zei daarnet van ik heb een vriend, die moet veel verdragen van mij. Ja. Nu, een van de klassiekers is eens de vrouwen in de misverkiezing in de ladder omhoog stijgen in de samenleving en alle aandacht krijgen, zit je soms met een jaloers vriendje. Totaal niet, want ik ben een beetje zo tegenovergestelde dan het cliché vrouwen. Ik val niet echt zo op het macho-type, voetballer-type, bekende man-type, eigenlijk echt niet. Ik wil eigenlijk zelf... Wel een ambitieuze man, zeker en vast. Maar ik hou er eigenlijk echt van om zo bescheiden ook te blijven in je leven. Allee, je moet veel bereiken, maar dan toch mag je er eigenlijk niet echt over stoeven. Of... Ja. Allee, natuurlijk, nu wordt hier alles blootgelegd, maar ik vind nog altijd met de voetjes op de grond blijven. Dus voor mij gaat dat eigenlijk ook dan voor mijn mannen. Zo dadelijk peuteren we natuurlijk in het beeld van wat voor man heeft ze. En is het valse of echte bescheidenheid uit West-Vlaanderen in deze Ment Late Night? Welkom terug bij Ment Late Night met Leila Aliet. Je hebt een aantal mistitels, want daarom heb ik deze foto ook even geselecteerd. Dat is anders dan die van de Miss België hier staan. Miss Flanders, Miss Brussels, Miss Wallonia. En nu komt natuurlijk de vraag der vragen. Ben je liever Miss Vlaanderen of Miss België? Liever Miss België. Zeker en vast. Dat is een politiek geladen vraag natuurlijk. Dus ik voelde al dat je er rond ging fietsen. Nee, zeker en vast Miss België. Ik vind Wallonië hoort er zeker en vast bij. Ja. We zijn al zo'n klein landje, dus... Laten we maar samen blijven. Ja. Wordt dat soms aan jou gevraagd? Want natuurlijk, je bent ere Miss België, dame. Ja. Dat is zo'n onderwerp van, ja, er zijn flaminganten die zeggen, ja, zoals de Belgische ploeg, dat vinden we niet leuk. Krijg je soms opmerkingen daarover? Van, zou ik niet beter Vlaanderen kiezen? Of durven ze dat niet? Ja, nee, niet echt eigenlijk. Nee, ik vind... België is eigenlijk één geheel en het is belangrijk ook dat we samenwerken. Mm-hmm. Als het bij de Walen dan iets minder gaat, is het ook belangrijk dat we elkaar steunen. Dus voor mij, ik ben eigenlijk niet zo weggesteld. Ja. Nee, ja. Ik heb zo altijd de bedenking, als je dan aan zo'n Miss België-verkiezing meedoet, moet je dan bijvoorbeeld de Brabazon kunnen zingen? Ja, eigenlijk echt wel. Echt ja. Kan je hem zingen? Ken je de tekst? Ik ken hem niet, hè. Maar ik ken ook het Vlaamse volkslied, ken ik ook niet, maar ik bedoel... Ik kan dat niet zingen. O dier waar België, o heilig land der vaderen. En dan nog iets. En dan nog iets, zoals de voetbalploeg. We hebben het ooit eens gezongen toen we moesten voetballen in bikini. Dat was een van de eerste activiteiten dat we eigenlijk samen deden. Ja. Maar toen waren er nog 220 finalisten, dus eigenlijk 20 finalisten per provincie. En wordt dat er zo ingedrild? Wordt dat geëist als je meedoet aan zo'n mis? Oké, de Brabazon is één deel. Zijn er nog andere zaken die je moet kennen? Een beetje de historie bijvoorbeeld van Miss België is belangrijk.
Toch wel de belangrijkste punten zo. Het is eigenlijk niet echt super belangrijk wat je allemaal weet. Het is vooral eigenlijk ook wat je ermee doet en hoe je het kan overbrengen tegenover de mensen. Allee, mm-hmm. Hoe je eigenlijk praat en hoe je zelf bent. Dus ja. Kennis is één factor en dan allee, ja, natuurlijk. Ja. Want er wordt ook heel veel gepronkt met dit hier, met bikinis. Bijvoorbeeld, ik heb dit van je Facebook-pagina afgehaald. Kom je mij steunen, bestel dan nu tickets. Ja. De ogen, allemaal netjes. En dan gaan we, voilà, een pose in bikini. Ja, ja. Dan weet je nu, toch sowieso ja, al die mannen die je leuk vinden. Ja, ik heb natuurlijk wel marketing gestudeerd. Dus ja. Je gooit je vrouwelijke lijnen en charmes ook ja. Volop in die... Want ja. ik heb je via Facebook, wel, via Instagram... Ja, absoluut. Want dan gaan we terug naar dat verhaal van ja. Daarnet, van die likes die je dan krijgt. Dus eigenlijk zoek je toch een soort bevestiging van het, ja. Van het vrouw zijn. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Dat is altijd een beetje, denk ik. Ik denk, als man doe je dat ook wel wat. Allee, maar ik zie mij zo niet staan. Ja. Mannen gaan niet in hun zwembroek, dan is het meestal gay. Hè? Ja. Dus dat is een groot verschil. Ja, ja, ja. Nu ja, ik vind dat eigenlijk compleet normaal. Ik vind dat zo'n beetje een soort van marketingtechniek. Daardoor hebben ze mij ook veel gesteund mm-hmm. en massaal allemaal tickets gekocht. Ja. Dat bikini-gedoe komt heel veel kritiek op. Heel veel vrouwen zeggen bijvoorbeeld van ja, dat geparadeer in bikini en hoge hakken, dat is eigenlijk respectloos voor de vrouw. Oh, ik vind dat eigenlijk niet. Ik vind zolang dat je zelf dat zelf wil, dat je daar zelf volledig achter staat, is dat iets, ja, dat is iets dat je zelf kiest. En ik draag eigenlijk altijd hoge hakjes. Mm-hmm. Ik loop er altijd wel zo. Ik draag graag kleedjes met natuurlijk altijd deftig, maar. Ik loop er wel altijd graag vrouwelijk bij. Dus ik denk dat dat iets is ook dat je zelf zo'n beetje wil uiten. Allee, ik zet zeker nooit geen vulgaire foto's op. Mm-hmm. Instagram, Facebook. Daar ben ik totaal niet mee akkoord. Ja. Maar ik vind zolang dat het mooi blijft, allee, in bikini of lingerie. Uiteindelijk, als je naar een défilé gaat kijken, is het eigenlijk ook in lingerie of ja. in Nu valt natuurlijk de vraag van je spreekt over bikini en lingerie. Heel veel missen, ex-missen, die stappen dan naar, laten we zeggen, bloot fotografie of ja, mooie erotische fotografie. Zou je zo ver durven gaan? Nee. Eventueel misschien, ik heb daar ooit al een keer over nagedacht. Want dat is ook zo'n vraag dat ze eigenlijk stellen bij Miss België. Bloot nooit van mijn leven, eigenlijk niet. Misschien wel topless bedekt. Dat zou ik eigenlijk, want ik vind dat eigenlijk... Persoonlijk, je ziet dat nog altijd niet. Je ziet eigenlijk nog altijd geen tepel of zo. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk hetzelfde like, of dat je een soort van mini-bikinietje zou aan hebben. Ja. Dus. Ben jij iemand die twijfelt over haar uiterlijk? Vind jij jezelf mooi? Ja. Wel, kan ik je zeggen... Was dat vroeger, ja op, vind jij jezelf mooi? Of was dat ja, er komt nu een antwoord? Ja, er komt een antwoord. Okay. Ja. ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Natuurlijk... zoals ik reeds zei, ik ben eigenlijk echt een kritische persoon. Mm-hmm. Dus ik probeer mijzelf eigenlijk altijd zo'n beetje te... Ja, ik sta eigenlijk niet graag stil, ik ga het zo zeggen. Bijvoorbeeld, toen ik deelnam aan Miss Coast, had ik eigenlijk hele kleine krulletjes. Dat is ook mijn naturel haar. Dus om de 2 of 3 dagen ja, moet ik dat dan altijd uitbrushen met haar. Dus ik probeer mijn uiterlijk wel een beetje zo meer misgehalte te maken of meer... Dus je bent daar echt mee bezig, ja, met die uiterlijk. Ja. Bijvoorbeeld, nu wil ik wel een mooie tuin, ook en eigenlijk tijdens de winter. Onbewust. En eigenlijk zijn er altijd wel een beetje mee bezig. Zijn er zaken aan je lichaam waarbij je zegt van oké, dit zou ik willen corrigeren, zelfs met chirurgie? Met chirurgie, maar ik denk eigenlijk niet dat dat mogelijk is. Ik zou misschien graag ietsje groter zijn. Mm-hmm. Ik ben momenteel 1,71 meter en voor een mis is dat eigenlijk niet... Ja. Allee, in China hebben ze marteltechnieken waardoor je langer wordt. Misschien kan je dat eens overwegen. Je vindt jezelf een beetje te klein dan? Ja, ietsje te klein eigenlijk. Ik heb nu ook al een keer gekeken naar de andere kandidaten in China, van Miss World. En ik behoor toch wel eigenlijk tot de 40 kleinste van de 130. Denk je dat dat in je nadeel gaat spelen? Een heel klein beetje. Ik denk, als je op het podium staat, je springt er sowieso uit als je ietsje groter bent. Maar ik ga wat proberen te zeuren met de hakjes. Ah, met de hakjes, oké. Okay. Ja. Benieuwd of de hakken het zullen doen op die Miss World-verkiezing. Blijven kijken, zo dadelijk veel meer. Zal onze looks verdedigen bij Miss World in China? Maar nu zit ze in de studio... Klaar om te vertrekken. Je hebt de geschiedenis van die misverkiezingen, Miss België, ook geleerd en bekeken. Dat moesten jullie kennen, dat hoort er een beetje bij. In het verleden was een misverkiezing een opstapje naar media. Ja. Is dat jouw ambitie
ook? Wat is je droom? Wat zou je nog willen doen? Nu werk je wel bij een automerk, Ja. marketing. Maar heb je een droom in die richting? Toch wel eigenlijk. Ik zou misschien heel graag willen logopedie volgen en zo wat mijn West-Vlaams accent proberen te verdoezelen. Ja. En eigenlijk ook heel graag presenteren. Dat is het typische mis, ja, eigenlijk de droom van alle missen, maar voor mij geldt dat ook eigenlijk. Maar Ja. was die dromer Gewoon voor je misverkiezing of na je ook al. misverkiezing? Nee, Ook het al. zit er eigenlijk in. Ik praat altijd graag met de mensen. Ik ben er altijd graag bij. Dus vandaar, allee, ik zou graag zo willen iets verkondigen ook aan de mensen. Dus vandaar eigenlijk ook mijn misfunctie. Ik vind dat wel belangrijk. Je bent toch wel een beetje zo'n rolmodel eigenlijk. Dat is een van mijn vragen natuurlijk ook van. Je hebt een voorbeeldfunctie. Ja, heel belangrijk. Hè? Is dat Ja. zo? Wat Ja, ik vind dat wel. mag je niet doen bijvoorbeeld? Goh, Heb je zo'n lijst bijvoorbeeld. gekregen van oké, als je dit doet, Ja, lig je nee, eruit? totaal niet, Nee? totaal niet. Maar ik vind, allee, je weet dat wel een beetje van jezelf. Bijvoorbeeld, mocht je nu bijvoorbeeld roken, rook dan niet in het openbaar. Wat dat bijvoorbeeld, of bij andere meisjes. Want uiteindelijk, als je een kroontje draagt, dat geldt nu wel voor de kleine kindjes dan bedoel ik. De kleine kindjes zien je echt eigenlijk als een prinsesje. En bij Villa Rozenrood ook, bij mijn goed doel, wat ik nu steun, heb ik dat ook echt gezien. Zo een manneke die eigenlijk constant naar mij toe kwam. Die zei, oh, je bent een prinsesje. Dus ze kijken echt letterlijk enorm, enorm op naar u. Dat is door die kroon waarschijnlijk, of door het lijntje, of door uw misgehalte eigenlijk, dat je meedraagt met u. Dus je hebt eigenlijk echt een voorbeeldfunctie. Ik vind En een dat heel belangrijk. voorbeeldfunctie op allerlei vlakken. Als ik Op nu allerlei, bijvoorbeeld, ja. als ik nu politieke vragen stel, Ja, is eigenlijk, dat iets je moet een beetje waar moet je neutraal zijn. afblijven? Eigenlijk niet. Het is bijvoorbeeld niet dat Aline zegt, of dat moet nu zo gebeuren. Ik denk, je bent een beetje wijs genoeg om dat ook zelf niet te doen. Ja, ik heb bepaalde meningen. Dat is sowieso, iedereen moet meningen hebben. Maar het is eigenlijk altijd mooi als je, ja, als je wat neutraal kan blijven en er eigenlijk wat rond te praten, zeker. Word jij In diepste nu geheimen. in de gaten gehouden door de Miss België-organisatie? Die Ja, ze zeggen van, steunen mij wel kijk, volop. Ze steunen ja? mij wel, ja. En is dat dan voor 1 jaar of hoe moet ik dat zien eigenlijk? Ja, ik hoop eigenlijk nog vele jaren. Hè. Het hangt ook een beetje af natuurlijk van het meisje zelf. Ik kom bijvoorbeeld heel goed overeen met Arlene en met Guy ook. Dus ik hoop dat ik eigenlijk nog vele jaren dan mee kan samenwerken met hun. Misschien wel in de toekomst. Allee, ik zou graag eventueel nog Miss West-Vlaanderen ook organiseren. Zo'n beetje in de miswereld blijven, want dat bevalt mij wel eigenlijk. Ja. Is niet een beetje voorbijgestreefd, mis. Ja, het is jammer eigenlijk bijvoorbeeld dat het niet meer echt op de grote zenders komt. Dat vind Ja, ik heel vroeger jammer. was het prime Ja, time, dan was het op commerciële voilà. televisie. Dat Ja. waren avonden met in het Ja, tweelandsgedeelte, ja, ja. de misverkiezingen. Je ziet in het buitenland, zie je dat ook nog altijd. Je ziet dat in Italië, je ziet dat in de Ja. Verenigde Staten. Waarom denk je dat het bij ons zo een wat negatievere Goh. connotatie is beginnen krijgen? Geen idee. Ik denk eigenlijk vooral dat dat ook afhankelijk is van de zender zelf, die dan op een bepaald moment heeft beslist van kijk, we vinden het niet meer zo belangrijk. En daardoor heeft Miss België eigenlijk wel een deuk gekregen. Maar allee, ik vind het eigenlijk nog altijd even groot. Het is zelf nog meer gestegen qua waarde dan. Mocht je het nu bijvoorbeeld wel overkomen, dan is het eigenlijk echt enorm, enorm gestegen bij vroeger. Ik vind het jammer. Allee, het zou eigenlijk terug op... Geopwaardeerd Ja, moeten worden, ja. voilà. Zeker en vast. Heb je iets gewonnen eigenlijk bij al die verkiezingen? Bedoel je in materiaal of goederen of... Whatever, Goh, iets. sowieso ervaring en al. Zeker en vast Maar geen prijzen, ervaring. niet meer een prijzenpakket, Jawel, 15 ik heb bongobons. bikinis, ja, bikinis, kleedjes, juwelen van Orange, echt van alles. Veel van de sponsors hebben we gekregen. En Heel hoeveel veel. oneerbare voorstellen heb je al gekregen na de verkiezing? Oneerbaar. Nee, bijvoorbeeld een rare shoot doen of zo, of Ja, zoiets. iets of mannen die je Ja, aanspreken. dat wel. Bijvoorbeeld op Toch wel? Facebook krijg ik dat wel eigenlijk heel enorm veel vriendschapsverzoeken. Ze willen blijkbaar allemaal vriend zijn met een En is dat soort dan van mis. gewoon vraag je te vriend of komen daar ook schunnige teksten bij? Ja, soms wel zo van. Wat was het meest storende dan via social media waarbij je zegt van, ah nee, dit niet. Grap, delete, ja, klaar. bijvoorbeeld zo'n half naakte foto zo, dat ik Toch dan wel. ja, doorgestuurd kreeg. En zo van, ja, I'm bla 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 Pablo of zo. Allee, van een of ander land. Ja, wil je mee toevoegen? Ja. En allee, ik vind dat horen. Dus allee, ja, ik vind dat. Natuurlijk de andere kant van het Ja, Facebook-verhaal. Als je ja. veel likes wil hebben op die sociale Ja. media, dan Maar komt ik dat voeg natuurlijk enkel ook. mijn vrienden toe. Enkel mijn... Enkel de Ja, vrienden. ja, Moet je ja. niet wat breder gaan? Want als je
voor een verkiezing roep je iedereen op om te stemmen. Ja, maar dan publiceer ik eigenlijk... Je bent toch wel een publiek figuur aan het worden. Dan publiceer ik mijn berichten openbaar. Mm-hmm. Dus vandaar... De andere intieme berichten die deel je alleen met en nu kunnen ze mij eigenlijk ook bijvoorbeeld volgen op Miss World Belgium, met een streepje ertussen. Dus vandaar is het eigenlijk... Allee, ze kunnen mij eigenlijk ook openbaar... Dat is een openbare pagina dat ze gewoon eigenlijk kunnen leuk vinden, dus... Stel, jij organiseert een misverkiezing. Welke misverkiezing dan ook. Welke criteria heeft de ideale mis voor jou? Iemand die mondig is. En met de looks, ze moet een beetje een wow-effect ook hebben. Bijvoorbeeld als ze binnenkomt in een ruimte, moeten de blikken toch wel eigenlijk gericht zijn naar het meisje. Maar dat vind ik eigenlijk niet het allerbelangrijkste. Ik vind het heel belangrijk hoe spontaan ze eigenlijk is. En hoe lief ze ook is, haar karakter. En als ze ook zo gemotiveerd is. Ze moeten niet zo tegenop zien, bijvoorbeeld... Oh nee, weer een shoot of oh nee, weer. Ja. Je moet er eigenlijk echt zo naar uitkijken van, oh ja, yes, weer iets te doen. Moet ze slank zijn? Ja. Ik vind dat Want ook belangrijk. Ik kan me inbeelden dat er nu een aantal vrouwen voor het scherm met hun ogen rollen van, die heeft makkelijk praten, ze heeft de ideale details, ze heeft de juiste borsten, de juiste benen. Ja, maar dat is de discussie die je meer en meer hebt, van blijkbaar wil een deel van onze samenleving daarvan weg. En zeggen die van, dik is ook oké. Okay. Ja, zo'n dove reclame of zo, ja. Wat vind je daar dan van? Ik vind iedereen is natuurlijk mooi. Vol slank vind ik ook, pas op, ik vind dat ook heel mooi. Maar ik vind een mis mag toch eigenlijk wel slank zijn voor mij. Dat is dan mijn persoonlijke mening. Op die basis zou je dan zeggen, kijk, jij mag niet meedoen of wel meedoen? Ja, als criterium. Dat is het logische gevolg. Zo is het wel, ja. Okay. Dat is eigenlijk de harde wereld. Dat is de harde wereld. Ja. Wij hebben onze lintmeter klaar, we gaan zo dadelijk eens meten. Maar blijft u gerust kijken naar deze Ment Late Night. Welkom terug bij Ment Late Night. Ze zal de looks van België verdedigen in China. Als ik je nu de vraag stel van wie is Leila Aliet? Ja. Wie ben jij? Ja, ik zie een mis, ik zie een mis met een lintje. Ja. Vrolijk, glimlachend, ja. Weten hoe je moet zitten, gedragen. Maar wie ben jij? Vrolijk. Ja, buiten. Ik ben eigenlijk bekijk alles eens een beetje aan de bright side. Dus... Mm-hmm. Ik vind het vrij belangrijk. Mijn papa heeft mij ook altijd zo opgevoed. Positief denken. Altijd positief denken. Verder ook, dromen mag eigenlijk. Ik ben soms wel een enorme dromer, een beetje. En daarom wil ik ook altijd mijn grenzen verleggen. Dus ik ben eigenlijk ook enorm ambitieus. Ik wil zoveel mogelijk bereiken eigenlijk dat ik maar kan. Dus. Ja. Want je bent nog vrij jong, dus het leven lacht je toe. Je hebt alles op een rijtje, maar je bent nog vrij jong. Heb je al levenservaringen meegemaakt waarbij je zegt van dit is echt niet leuk, dit wil ik niet meer meemaken? Of was het tot nu toe allemaal roze geur en maneschijn? Oh, natuurlijk niet roze geur en maneschijn. Misschien het laatste voorbeeld dat ik heb meegemaakt, mocht ik dan ook aan kindjes beginnen, maar dat is belangrijk nog niet voor nu. ik steunde dus een project Villa Rozenrood in de pannen. Mm-hmm. Dat is voor me een charity, dat is heel belangrijk bij Miss World. En daar, dat is eigenlijk een respeithuis voor zieke kindjes. En daar, die kindjes, dat is eigenlijk echt... Soms zijn ze mentaal nog gezond en fysiek eigenlijk echt niet meer in staat om bijvoorbeeld te wandelen. Zelfs soms amper alleen te ademen. Dat ze eigenlijk beademing moeten krijgen of hun speeksel wordt weggezogen. Dat vind ik eigenlijk heel, heel, heel erg. Dus er zijn, bepaalde situaties die eigenlijk nooit leuk zijn. Ja. Vandaar, ja. Ja. Dus dat vind je dan wel moeilijk om daar positief in te blijven? Eigenlijk ook, en dat maakt mij ook wel een beetje trieste. Uiteindelijk, ze beseffen eigenlijk dat er... Ik sta daar dan met mijn lintje en met mijn kroontje aan en helemaal opgetut. Mm-hmm. En als ze mentaal eigenlijk nog volledig in orde zijn, wat denken ze dan wel eigenlijk niet? Ik denk dat eigenlijk veel bij de mensen. Wat zou het die persoon nu denken over mij? Ja. Dus, dat is meteen wat wij ook doen. We denken over jou na. En we hebben dan de vraag van mensen willen jou leren kennen natuurlijk. Ben je actief of passief? Ja. Tussen de twee eigenlijk, eerlijk gezegd. Wat is dan nu weer voor een antwoord? Dat is een politiek antwoord. Ja, dat is echt wat. Nee. Ik jog graag, dus ik ga graag gaan joggen. En nu heb ik een fitnessabonnement genomen. Mm-hmm. Eigenlijk een heel klein beetje van moeten. Ja. Waarom moeten? Waarom? Omdat Miss Sport wordt ook verkozen bij Miss World. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een voorafgaande tussenverkiezing, waar je ook al wat punten kan mee verzamelen. Dus, en Miss Sport, wat doet die anders dan de andere Miss? Lopen. Lopen, nee, sportief oefenen. Sportief is eigenlijk ook wel belangrijk. Het toont dan eigenlijk gewoon dat je fit en je vaal bent. En dat je... Maar eigenlijk, ik moet eigenlijk niet zoveel werken voor mijn lichaam, dus...
sporten, goh, beperk het toch wel tot 1 keer per week. Dus waar de anderen toch meer dan Eet en drink jij dan alles? Moet je ergens op letten? Ja, nee. Nee, echt. Ben jij zo een van die vrouwen die meedoet aan een misverkiezing, waarbij nu heel wat vrouwen nog meer met hun ogen rollen en die geen gram bijkomt? Nee, dat is echt... Dat is misschien iets wat dat vele mensen zouden overliegen of zo. Maar mijn papa is heel fijn qua gestel. Mm-hmm. Hij weegt amper 60 kilo. Ja. Ja, nu waarschijnlijk kwaad zijn dat ik dat zeg op tv, maar het is, allez, ik heb eigenlijk echt een goede genen mee. Ja. Okay. Ja. Heb jij een guilty pleasure? Ja, chips. Chips. Enorm, enorm. Als ze vragen naar mij zoet of zout, enorm zout. Dat is ook iets zo... voor een tv wil ik echt mijn zakje chips hebben. En meestal eigenlijk... 1 keer per dag toch wel, maar dan wel een klein zakje chips. Dus ja, dat is... Ja. Maar dat is dan ook wel mijn snack voor de dag. Ja. Dus allee, ik eet goed tussen de drie maaltijden en dan... Ik kontouw eigenlijk wel altijd van... Ah, ik moet wel nog mijn zakje chips ook heen. Dus vandaar, ik eet dan ook geen gans bord. Hoe belangrijk is privacy voor jou? Privacy? Dat is nu een beetje het tegenovergestelde van hetgeen dat ik nu probeer te doen. Mm-hmm. Probeer zoveel mogelijk eigenlijk publiciteit te maken nu. Ja, want we hebben dat ook gevonden op je pagina. Dank je voor het bruggetje naar mijn volgende foto. Miss West-Vlaanderen, dat is de pagina eigenlijk. Dat was mijn vroegere pagina, ja. En hier maak je eigenlijk al reclame voor Miss World. Ja. Volg mijn voorbereidingen en avonturen. Ja. Dan heb ik zoiets van... Nu gaat het komen. De foto's op de hotelkamer, de afterparties. Ja. Je gaat jezelf een week gaat het in sociale media gooien. Ja, zeker. Ben je van plan te doen? Ja, ik ga dat doen. Ik vind privacy... Ik bepaalde eigenlijk nog altijd zelf wat hij erop gooit. Mm-hmm. Dus zeg je nu van, kijk, op die foto... ik vind dat te extreem is. Dan post je dat zelf niet. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk nog altijd zelf dat je het doet. Dus vandaar... ik ben er eigenlijk... denk eigenlijk wel ook goed na wat ik erop plaats. Ja. Maar eenmaal dat erop staat, weet je eigenlijk van de foto's kunnen worden gebruikt voor van alles. Ja, voor van alles. Ja. Dus eigenlijk kan je vriend dat dan allemaal volgen? Zit hij ongeveer in dezelfde sector of is het iets helemaal anders? Hij werkt in de verzekering. Hij doet verzekeringen. Dat is een heel andere sector natuurlijk. Ja, voilà. Is er iets op je jonge leeftijd waarbij je nu zegt van binnen de zoveel jaar wil ik dat bereikt hebben? Ambitieus als je bent... Normaal stel ik die vraag aan mensen die ouder zijn, wat wil je nog in je leven bereiken? Maar bij jou is dat natuurlijk nog heel veel, vermoed ik. Maar je zegt van, dat wil ik nu echt wel bereiken. Oh ja, eigenlijk echt. Ik weet eigenlijk niet, zoveel mogelijk. Ik ben eigenlijk ook een beetje geïnteresseerd op allerlei vlakken. Dus ik ben geïnteresseerd in de huizen, dan in de auto's. Nu de miswereld is eigenlijk ook iets dat mij echt tot volledig aanspreekt. Carrière eerst? Ja. Geen kinderen, geen trouwen? Nee. Komt zeker dat was op de tweede plaats. Zeker, ik ben een enorme carrièrevrouw. Ik denk eigenlijk ook zelf nog niet aan kindjes. En mocht er mij iemand vragen van... Wil je kindjes? Dat kun je eigenlijk ook vragen. Mm-hmm. Wil je dan, kindjes? Dan kan ik eigenlijk nog niet voor de volle 100% zeggen ja. Dus... Carrière eerst. Carrière eerst en we zien wel. Misschien wel iets in de media. Dat zou ik wel heel graag willen doen. Maar... Mijn functie nu ben ik enorm tevreden mee, dus misschien een bijberoep dan. Of zo. We zijn zeer benieuwd. Wanneer weten we het? 19 december? 19 december. Het is eigenlijk een volledige maand dat ik daar in China ben. Ja, ik wens je heel veel succes. Ook om onze kleuren daar te verdedigen in China. En daar goed rond te kijken. Ja, Leila, bedankt voor je komst naar de studio. Dank veel succes. Merci. Dit was Ment Late Night voor vandaag. Graag tot een volgende aflevering.